Wie woensdag vanuit Den Haag met de trein reist, zit waarschijnlijk in een vieze coupé. Schoonmaakpersoneel staakt dinsdagavond, waardoor de treinen vuil blijven. De schoonmakers protesteren met hun acties tegen de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Haagse leraren verdedigen woensdag in de Tweede Kamer hun plan tegen overvolle klassen. De Kamer behandelt dan het burgerinitiatief om de klassengrootte terug te brengen naar maximaal 28 leerlingen. Leraren en leerlingen willen zo'n maximum omdat zij last hebben van grote klassen. Arnoud van Doorn, het voormalige raadslid van de Haagse Partij van de Eenheid, heeft een klacht ingediend bij de politie. Hij zou zich zonder goede reden hebben moeten legitimeren bij een agent toen hij op 19 maart wilde gaan stemmen. De fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid, Abdou Koulani, eist dat burgemeester Van Aartsen excuses aanbiedt aan Van Doorn.